omdat we toch voor een partijen moeten zijn. Hè. We moeten een beetje voor de gemeenschap opkomen. En voor mij is dat gewoon toch wel de Geelse partij, moet ik eerlijk zeggen. Omdat ik het belangrijk vind dat de lagere school hier zeker blijft voor de leefbaarheid van het dorp. Het behoud van het dorpshuis vind ik ook heel belangrijk. En dat er woningbouw komt voor de jongeren. Huisvesting denk ik. Dat vind ik belangrijk, dat er veel betaalbare woningen bij komen voor jongeren. Ook voor mensen met een normaal inkomen. Eigenlijk een beetje de Geelse Geels blijft. En ik ga stemmen dus meestal op een lokale partij, omdat ik vind dat de belangen van de bewoners helemaal bovenaan moeten staan. Dat is mijn mening. Nou, wat ik belangrijk vind is dat het bepaalde onderwerpen zijn wat er in rijen speelt. En daar heb ik voor op internet gekeken naar bepaalde stemwijzers om te kijken naar wat er nu op dit moment relevant is. En dat heb ik nu een beetje uitgekozen. En daar heb ik me verder in verdiept en daar heb ik mijn keuze op gebaseerd. Huizen voor jong en oud, betaalbare huizen en een mooie groene omgeving. Bij de tunnel ben ik niet kapot van hoor, sowieso niet. Of dat voor fietsers is en voor mensen die lopers zijn, voor mij hoeft het allemaal geen tunnel te komen in het centrum. Ik heb vandaag blanco gestemd en dat kwam eigenlijk omdat alle partijen er even goed uitkwamen voor mij. Er was geen specifieke partij met een uitspringend thema wat voor mij de keuze om liet slaan. Dus vandaar. Bijvoorbeeld cultuur, want daar wordt bijna niet aan gedacht, vind ik zelf. Er wordt weinig aan besteed. En dan voor oudere woningen eigenlijk, dat de ouderen door kunnen vloeien naar oudere woningen en de jongeren kans krijgen om te huisvesten en voor andere woningen te vinden. Ja, ik vind bijvoorbeeld toch de spoorzone vind ik belangrijk. Ik vind het in principe een veel te dure grap. En er zijn een aantal dingen die volgens mij toch wel wat belangrijker zijn. Goedenavond, dames en heren, kijkers thuis, mensen hier aanwezig in de raadzaal hier in Rijen. Welkom bij de uitslagenavond van de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Mijn naam is Saskia van Dijk en vanavond mag ik u meenemen in het programma dat we voor u opgesteld hebben. We gaan zo onder andere spreken met alle lijsttrekkers. Die heeft u natuurlijk ook vrijdag al in actie gezien tijdens het lijsttrekkersdebat. En gelukkig, ik hoef het vanavond niet alleen te doen, Jeroen. Ik heb mijn collega meegenomen, Jeroen Leemans. Jeroen, wat ga jij vertellen vanavond? Dankjewel Saskia, goedenavond ook allemaal. Ik ga vanavond de voorlopige uitslagen brengen. We gaan alle stembureaus langs. Zodra er een uitslag binnen is, dan ga ik die presenteren. Op het scherm hierachter en bij u thuis op de televisie of op de livestream. In afwachting daarvan gaan we ook wat achtergronden brengen. We gaan terugkijken op een luchtige wijze op de campagnes. Dus we gaan er een afwisselend programma van maken, als het mij ligt, Saskia. Afwisselend programma? Je krijgt de druk, Jeroen. Maar dat komt goed, dat gaan we samen doen. Natuurlijk komt u hier voor de uitslag, dus wees gerust. We hebben een heel mooi programma voor u, maar op het moment dat er een uitslag is, dan komen we direct bij u terug, want dat is waar u voor komt. Ik heb er zin in, Jeroen. Zullen we maar gewoon gaan beginnen? We gaan beginnen. Gaan we doen. Ja, Jeroen, je gaat ons vandaag meenemen. Kun je een beetje uitleggen hoe je die uitslagen aan ons gaat presenteren? Ja, de hamvraag is natuurlijk hoe dat 21 zetels verdeeld gaan worden over de 7 partijen die meegedaan hebben. Wat we steeds doen is terugkijken naar de uitslag van 2018. Toen hadden we in totaal 6 partijen die meededen. En dat bracht in 2018 de volgende uitslag. 5 zetels voor Kern 75, 5 zetels toen voor gemeentebelang, 4 zetels voor het CDA, 3 zetels voor de VVD, 2 voor de PvdA en 2 voor de nieuwkomer toen D66. U ziet hier ook het aantal stemmen, want dat is in eerste instantie als we ieder stembureau afgaan heel belangrijk om daar ook een beetje naar te kijken. Want daar gaan we eerst naar kijken en vervolgens gaan we kijken wat dat betekent voor een zetelverdeling tot dat moment op partijniveau. Er is ook heel veel gebeurd de afgelopen 4 jaar. Want GroenGeelse Rijen ontstond.
en is nu formeel een nieuwe partij die meedoet aan deze verkiezingen. Dus vandaar dat we die nog niet in de uitslag van 2018 terugzien vanavond, maar wel degelijk gaan zien wat dat gaat betekenen voor de zetels. Want ja, een zevende partij betekent ook een andere verhouding. Andere vragen, hè? We hoorden het vandaag ook al landelijk op de televisie en op de media. Lokale partijen schijnen het weer goed te gaan doen. Gaat dat hier vanavond ook gebeuren? We gaan het zien. En hoe doen de landelijke partijen het? Want die hebben natuurlijk ook nog een aantal. En D66, nieuwkomer 4 jaar terug, 4 jaar lang nu in de raad gezeten. Hoe gaan we dat terugzien in de uitslag? Allemaal vragen die we vanavond gaan beantwoorden. Wat is er al gebeurd de laatste dagen? Er is al 2 dagen gestemd de afgelopen dagen op 14 en 15 maart op 2 stembureaus. Dat was in het gemeentehuis hier in Rijen en sporthal achter de tuintjes in Gilzen. Vandaag waren er 12 stembureaus open, waaronder hier in het gemeentehuis en ook sporthal achter de tuintjes. En we gaan al die stembureaus langs. Alle stembureaus zijn gesloten, de stembussen zijn geopend en er wordt overal nu op alle plekken druk geteld. En zodra ik een uitslag heb, kom ik bij je terug en dan gaan we kijken wat dat gaat betekenen. Hartstikke goed. 12 stembureaus die we vandaag af gaan lopen. Dat betekent als we 12 stembureaus gehad hebben, dan hebben we de complete uitslag. Ja, ik stel voor, wat we eigenlijk hier natuurlijk hadden willen hebben, is dat we burgemeester Alsema hier aanwezig zouden hebben. Helaas, die is geveld door corona. Maar daar zijn tegenwoordig hele mooie oplossingen voor. En als het goed is, dan hebben we hem in beeld. Ja, daar zit hij. Goedenavond, burgemeester Alsema. Goedenavond. Goedenavond, hoe gaat het met u? Nou, als je het hebt over mijn humeur, dan kan dat stukken beter. Want ik had natuurlijk veel liever bij jou aan tafel en bij jullie in de zaal gestaan vanavond. Qua gezondheid heb ik het meeste vervelende achter de rug, heb ik het idee. Ik ben echt aan het opknappen en ik hoop ergens komende dagen weer naar buiten te mogen. Nou, dat is mooi. Dat is goed om te horen. En ik neem aan dat u vandaag iemand gemachtigd heeft om uw stem uit te brengen. Ja, absoluut. Ik was vandaag extra blij met de mogelijkheid. Het liefst doe ik dat natuurlijk zelf. Maar ik was vandaag heel blij met de mogelijkheid dat ik iemand kon machtigen. Dat heb ik ook gedaan. En ik kreeg zelfs een fotootje vanuit het stemhokje dat het was gelukt. Dus ik heb alle vertrouwen in dat ook mijn stem is uitgebracht. Goed terecht is gekomen. Nou, dat is mooi. Ja. Wat had u in de normale omstandigheden gedaan op zo'n dag, op zo'n verkiezingsdag? Nou, wat ik het leukste vind op zo'n dag is om erop uit te gaan, langs de stembureaus te gaan. Iets lekkers voorbij de koffie mee. En nou, eens even te horen hoe het gaat, hoe de stemming is, letterlijk en figuurlijk. En ook de mensen te bedanken voor het mooie werk. Want we krijgen mee in deze dagen hoe belangrijk het is dat verkiezingen niet alleen iets is van vorm, maar ook van eerlijkheid en oprechte verkiezingen. En daar spelen de mensen op de stembureaus een hele belangrijke rol. Dus ik vind het ook belangrijk om die op dagen als deze te bedanken. Zeker, en dat heb ik namens u vandaag ook mogen doen met heerlijke koeken, zodat ze een goede suikershot hadden om de dag door te komen met een persoonlijke brief. Dat werd zeer positief ontvangen, dus dank daarvoor. Ik ben even benieuwd. We hebben de afgelopen maanden al veel van de campagne gemerkt. Hoe blikt u daarop terug? Wat heeft u gezien? Nou, wat voor mij persoonlijk wel bijzonder was, maar zal ik niet te lang bij stilstaan, is dat het mijn eerste campagnes waren waar ik zelf in betrokken was. Dus dat je echt blanco daarna kunt kijken naar wat je ziet gebeuren. Ik maak er geen geheim van dat ik over het algemeen al heel trots en tevreden ben over hoe onze politiek in Gilzen Rijen de inwoners opzoekt. En de afgelopen maanden heb je dat natuurlijk nog intensiever gezien dan normaal gesproken al het geval is. Dus dat vond ik heel erg leuk om te zien. De traditionele posters werden natuurlijk ingezet, maar ook leuke nieuwe manieren om mensen aan te spreken en in gesprek te gaan. Social media werd ingezet. Dus ik heb politieke partijen gezien die heel veel energie hebben gestoken in het opzoeken van de inwoners. Ik heb afgelopen weken, maanden ook veel inwoners gesproken, mede door de versoepelingen. En je kon ook merken dat het leefde onder de bevolking. Dus dat is alvast een mooi compliment voor de campagneteams. Een mooie opsteken voor de partijen. En we zullen zien of dat zich straks loont ook in stemmen. Naast dat u voorzitter bent van het college, bent u voorzitter van de raad. U bent burgervader, maar u bent ook voorzitter van het stembureau. Kunt u daar wat meer over vertellen? Wat is uw rol daarin bij deze verkiezingen? Ja, daar kan ik wel wat over vertellen. Zoals ik net al aangaf, is het zeker in ons land heel belangrijk dat verkiezingen ordelijk en zorgvuldig plaatsvinden.
een aantal rollen van het stembureau is om de aanduiding van politieke partijen vast te stellen. Dus wie doet er mee? Hetzelfde geldt ook voor de kandidatenlijsten. Worden aan alle formele vereisten voldaan. En laatste en misschien wel belangrijkste is de uitslag van de verkiezingen vaststellen. Nou, dat zijn taken van het stembureau. Het stembureau kent een aantal leden en ik mag dat stembureau voorzitten. Oké. En aanstaande maandag bent u ook weer aan zet. Maar u ziet het wel zitten dat u dan weer helemaal beter bent? Ja, ik heb nu zo'n sterke positieve mindset. Ik ben gewoon maandag beter. Oké, hartstikke goed. Ik weet het zeker. Hartstikke goed. Heeft u vandaag ongetwijfeld contact gehad met een aantal medewerkers die hier druk zijn met het stembureau? Kunt u al iets zeggen over de opkomst? Is daar al iets over bekend? Ik heb qua aantallen gehoord dat in de eerste twee dagen iets meer dan 2000 stemmen zijn uitgebracht. Maar over percentages of zijn meer de weging van de opkomst kan ik op dit moment nog niet zoveel zeggen. De cijfers in het land zijn niet positief. Maar misschien zijn we wel een hele positieve uitzondering op die landelijke trend. Ja, precies. Wie zal het zeggen? Ik ben benieuwd, heeft u voor de kandidaten hier, voor de inwoners, voor de raadsleden, heeft u nog een boodschap die u mee wilt geven? Nou, wat ik in ieder geval vanuit deze plek wil aangeven, is dat ik de inwoners die hebben gestemd, en we hebben er net een paar in beeld gezien, die wil ik hartelijk danken voor het gebruik maken van een belangrijk, mooi democratisch recht. Ik wil de politieke partijen nogmaals complimenteren voor alle energie en effort die is gestoken in het opzoeken van de inwoners. Ik weet dat inwoners dat ook zeer op prijs hebben gesteld. En nu is het met z'n allen afwachten en ik ben minstens zo benieuwd als alle andere aanwezigen in de zaal en thuis natuurlijk. Dat begrijp ik. Dus u blijft de uitzending volgen live. Jazeker. Oké, nou dan dank ik u heel hartelijk, burgemeester. En ik wens u beterschap en we hopen u snel weer te zien hier op het gemeentehuis. En ik wens jullie allemaal een hele fijne avond. Dankjewel. En tot snel, hopelijk. Oké, dan gaan we door naar het eerste blok. De afgelopen twee dagen zijn er al stemmen uitgebracht. Maandag en dinsdag hebben de inwoners van de gemeente Geelze en Rijen al hun stem uit kunnen brengen. En ik kan u vertellen dat wij daar de eerste uitslag al van hebben. Jeroen, kun jij ons meenemen? Ja. Ik ga u daarin meenemen. Hierin staat nog niet het opkomstpercentage van de afgelopen twee dagen in. Dat is leeg, dat doen we bewust, omdat we op die manier dat op de juiste manier in de voorlopige uitslag kunnen meenemen. Dus dat is puur iets achter de schermen, om uiteindelijk wel de juiste cijfers te kunnen presenteren. Wat de burgemeester al zei, 2260 stemmen zijn er uitgebracht. En die zijn als volgt verdeeld de afgelopen twee dagen in Geelze en in Rijen, in het gemeentehuis in Rijen en sporthal achter de tuintjes in Geelze over de volgende partijen. En ik bouw het van laag naar hoog op qua stemmen. Allereerst, als met techniek mee wil werken tenminste. Dat zal je altijd zien, dat op het moment dat het nodig is, de techniek je in de steek laat. Maar dat komt ongetwijfeld goed. We gaan het nog een keer proberen. Ja. De VVD, 163 stemmen de afgelopen twee dagen. Het CDA, iets meer, 175 stemmen van in totaal 2260 uitgebrachte stemmen. Dan, gemeentebelang, 253 stemmen in de eerste twee dagen van de drie dagen verkiezingen. Dan de PvdA, 281 stemmen. Iets meer nog voor D66, 289 stemmen. GroenGeelze Rijen, 519 stemmen. Dus grofweg bijna een kwart van de stemmen de afgelopen twee dagen naar deze partij. En dan de meeste stemmen in de afgelopen twee dagen, de eerste twee dagen van drie dagen stemmen. 580 stemmen voor Kern 75. Ik zag nog een uitslag binnenkomen. Die zal ik ook gelijk meenemen, want het gaat toch om de uitslagen vanavond. Dat is in Hulte, de Chump. We zoeken er maar even bij. Een opkomst van bijna 52%. Er zijn 192 stemmen uitgebracht. 11 stemmen daarvoor GroenGeelze Rijen en 12 stemmen voor de PvdA. 18 stemmen voor D66. De VVD 24 stemmen. Het CDA 30 stemmen. 38 stemmen voor gemeentebelang. En ook hier de meeste stemmen naar Kern 75.
Met deze twee stemmen bij elkaar kunnen we kijken naar een eerste verdeling van zetels op partijniveau voorlopig met de stemmen die tot nu toe geteld zijn en hier in het systeem zijn ingevoerd. Dus het is een hele voorlopige uitslag. Ik zal meteen naar de historische vergelijking gaan en die in één keer voorzetten. We zien duidelijk dat tot nu toe Kern 75 één zetel wint. GroenGeelse Rijen komt in deze verkiezing binnen met 5 zetels. Stijgt dus van 2 naar 5 zetels. Een zetel winst voor D66. We zien dat de PvdA op dit moment gelijk blijft. En we zien partijen als Gemeentebelang, CDA en de VVD zetels inleveren. Dus we zien wel op dit moment een verschuiving van zetels duidelijk gaande in de eerste voorlopige uitslag. Maar, zoals gezegd, dit zijn de stemmen die geteld zijn over de eerste 2 dagen. Dit is het eerste stembureau van de 12 die vandaag geteld worden en dus geteld is. Ik kom bij je terug zodra ik nieuwe uitslagen heb. Oké, hartstikke goed. Dat ging eigenlijk al best snel, het eerste stembureau wat we nu binnen hebben. Plus die 2 dagen, wat zich vertaald heeft in die eerste zetels. Aan tafel is aangeschoven Corné Michielsen. Corné, dat moet je goed doen, zo'n uitslag. Ja, veel beter kan het niet starten natuurlijk. Nee, dat geeft een fijn gevoel, denk ik. Ja, dat is zeker fijn. Hoe gaat het met je? Hoe is je hartslag vandaag? Eigenlijk best wel goed. Ja, ja? Natuurlijk, het is spannend. Hè? Ja. Dat kan ik niet ontkennen, maar nee, ik mag er niet over klaar. Ik heb gewoon gewerkt vandaag. Dus, gewoon gewerkt en helemaal niet bezig geweest met de verkiezingen of stiekem op de achtergrond toch wel? Ja, je bent er al weken mee bezig. Hè? Ja. Dus dat gaat niet uit je hoofd, zeg maar. En dat blijft gewoon nog even doorspelen, denk ik. Ja, dat begrijp ik. Je bent sinds mei 2012 al raadslid. Dat is echt al een behoorlijke tijd. Nu fractievoorzitter. En we hebben allemaal in de krant kunnen lezen dat je ook kandidaat wethouder bent voor Kern 75. Leuk? Ja. Dat is zeker spannend. Ja, en alles zal uiteindelijk afhangen van de verkiezing van de uitslag natuurlijk. Ja, we hebben nog 11 stembureaus te gaan, dus laten we niet te vroeg juichen. Je bent lijsttrekker, staat bovenaan de lijst, van de langste lijst ook die op onze lijst staat. 44 kandidaten, wat kun je vertellen over het team? We hebben gewoon eigenlijk een heel sterk team met heel veel kwaliteiten. Iedereen doet zijn ding op zijn manier, ook zelfs... Als je onderaan de lijst kijkt, de oprichters van de partijen, zeg maar, die zijn nog actief. Want die zien we gewoon iedere keer nog op een vergadering komen. Ja, en dat doet mij wel goed, zeg maar. Dus dat is fijn. Maar ja, ook de nieuwe mensen, ze zetten zich vol in. En ook met de campagne, ja, het ging gewoon goed. Een hele betrokken ploeg dus. Ja, heel betrokken ploeg. Ja, dat is onze slogan natuurlijk ook van Kern 75, betrokken. En campagne voeren. Wij voeren niet de laatste 4 weken campagne, wij voeren 4 jaar campagne. En zeker, dat doen we met z'n allen. Ja, ja, het gaat niet alleen om deze week, het gaat om de volledige bestuursperiode waarin je je achterban opzoekt. Ja. Als we nu 4 jaar verder zijn, hoe kijk je dan terug op deze bestuursperiode? Wat zou je wensen? Het is best wel een rumoerige bestuursperiode geweest. Voor mij was het natuurlijk ook wel wennen als fractievoorzitter. Natuurlijk de afsplitsing bij Gemeentebelang die we mee hebben gemaakt. Ja. Een nieuwe burgemeester, een wethouder die vertrekt, nog een keer een wethouder die vertrekt. We hebben van alles meegemaakt. Maakt het ook weer wel leuk en levendig. Maar het was wel intensief. En ja. Ook de manier van politiek voeren, zeg maar, het bedrijven, was ook anders dan de andere perioden. Zeg maar. Ja, voor mij zat er echt wel... Er zit wel veel verschil in, zeg maar. Dat was een enerverende periode. Maar je hebt in ieder geval genoeg ervaring op kunnen doen op alle gebieden. Ja, dat sowieso. Ja, nou. We gaan de uitslagen afwachten hoe we daarmee verder gaan. Dankjewel. In ieder geval, ik wens je nog een fijne avond. En misschien kom ik straks nog even bij je terug. Dan gaan we naar het volgende uitslagenblok. U heeft al een filmpje kunnen zien, een impressie van een aantal inwoners die hun stem hebben uitgebracht. En we hebben nog wat voor u klaarstaan. Wat ik belangrijk vind voor de politieke partijen, laat het dorp blijven en dat de grote stad op afstand blijft.
Wat ik belangrijk vind hier in Rijen, een stukje woningbouw voor de jeugd, dat gaat bijkomen. Wat meer groen in Rijen. Ik wou wel zeggen vrouwen in de raad, maar dat was een puntje voor jou, geloof ik. Ja, ik vind het fijn als er meer vrouwen in de raad komen. Dus ik heb ook op een vrouw gestemd. Woningen, betaalbare woningen en groen. Ja, voor mij een belangrijk thema is de bebouwing aan de oostkant van Rijen. Ik heb net een huis gekocht aan die kant. En dat is mijn uitzicht. En ik denk dat een groenstrook toch wel belangrijk daar is om het verschil tussen de gemeentegrenzen te behouden. En verder, ja, de tunnel en het centrumplan. Dat zijn toch wel de slepende kwesties hier in Rijen die toch wel een keer gerealiseerd moeten worden. Nou, ik ben een echte Rijense, dus ik vind het belangrijk, zeg maar, dat ik kijk naar de lokale belangen. En met name op dit moment is het spoor wel een heel belangrijk onderdeel. En dat vind ik ook. De tunnel is veel besproken, dus daar heb ik dan ook wel een mening over. Er zijn twee dingen die voor mij heel belangrijk zijn. Dat is de woonruimte voor onze kinderen. Er zal dringend veel meer huizen gebouwd moeten worden. En de tweede is de tunnel. Dat vind ik echt een bottleneck onder de huidige omstandigheden. Nou, ik vind het heel belangrijk dat er woningen komen voor de jeugd, want dat is echt een ellende. En ook zou het heel fijn zijn als er voor de volwassenen, voor de ouderen, gewoon meer doorstroming is naar kleinere woningen, zodat de grote woningen leegkomen voor de jeugd. Nou, ik vind het vooral belangrijk dat een partij goed is voor huisvesting. Maar ook weer niet te gek dat een buitengebied altijd daaronder moet leiden. Dat alles daar wat van af moet hangen. Ik vind stemmen belangrijk, dat we het hier in Geelse Rijen het allemaal goed naar onze zin hebben. Onze huisvesting moet goed zijn, dat het voor iedereen leuk, bewoonbaar moet zijn. Ook het groen vind ik belangrijk, de sportverenigingen. Ja, daarom vind ik het belangrijk om te stemmen. Ja, weer een heleboel inwoners die hun stem hebben uitgebracht. En ik krijg net, Jeroen, van jou te horen dat er weer een uitslag binnen is. Klopt dat? En er valt zelfs een tweede uitslag binnen. Twee uitslagen zelfs. Dus ik kan zelfs twee nieuwe uitslagen brengen van twee stembureaus waar vandaag ook de stemmen dus al geteld zijn. De eerste is van de burgemeester van Mierlo School. Als het mee wil werken. We gaan hem nog een keer aanklikken. De VVD heeft in de burgemeester van Mierlo School 42 stemmen gekregen van in totaal 491 stemmen die daar zijn uitgebracht. Een opkomst daar van ruim 30%. Het CDA krijgt 46 stemmen. D66, eentje meer weer, 47 stemmen. Kern 75, 55 stemmen. De PvdA 61 stemmen. Gemeentebelang 74 stemmen. En hier de grote winnaar. Groen, Gilze en Rijen. En zoals u ziet, de uitstralingen blijven binnenstromen. Dus we kunnen eerst de boodschap doen en daarna gaan we naar het stembureau bij Woonstichting Lijnstromen. In de boodschap 33,7% opkomstpercentage, 591 stemmen. Daarvan gaan er 33 naar het CDA. 55 stemmen gaan naar Kern 75. 68 stemmen naar de VVD. 72 stemmen gaan naar D66. 84 stemmen naar de PvdA. Gemeentebelang 96 stemmen. En ook hier heel veel stemmen naar Groen, Gilze en Rijen. En dan hadden we nog een stembureau waarvan de uitslag nu binnenkomt. Dat is het stembureau bij Woonstichting Lijnstromen. Die gaan we er ook bij halen. Opkomst daar 40%, 415 stemmen uitgebracht. PvdA krijgt daar 26 stemmen. D66 39 stemmen, Kern 75 47 stemmen, het CDA 48 stemmen, Gemeentebelang 60,
De VVD 72. En ook hier heel veel stemmen naar GroenGeels en Rijen 123. Wat dat betekent voor een voorlopige uitslag met de vervroegde stemmen geteld en uit mijn hoofd inmiddels 5 stembureaus van vandaag. Ja, 4 plus 14 en 15 Dan maart. Zijn dat er 4? Ja. Ja, dan ben ik er 1 te ver. Je gaat te snel, je wilt te snel, Jeroen. Laat dus wel een duidelijke verschuiving zien met ineens als grootste partij op dit moment GroenGeels en Rijen. Waarbij D66 en de PvdA gelijk blijven. En we de andere partijen, de grootste 4 partijen uit de uitslag van 2018 zien inleveren. Maar respectievelijk Kern 75 4 zetels, Gemeentebelang 3 zetels en het CDA en de VVD 2 zetels. Dus op dit moment lijkt er een soort van verschuiving gaande over alle lijsten. Maar tot hier en niet verder zou ik zeggen. Laten we de andere uitslagen even afwachten. 4 stembureaus inmiddels binnen van de 12, plus 14 en 15 maart de uitslagen die we tot dan toe hebben. Aan tafel is inmiddels aangeschoven Maud van der Meer. Maud, welkom. Dankjewel. Hoe gaat het met je? Nou, best goed. Kom net binnen. We hebben Ja, zeker. Kom net binnen. We hebben een leuke avond gehad al met z'n allen. Dus ja. Je hebt er zin in? Ja. Mooi. Wie is Maud van der Meer? Nou, ik ben de lijsttrekker voor gemeentebelang. Een redelijk lange lijst, 30 kandidaten. Ja. Kun je wat vertellen over je team? Ja, het team, dat zijn natuurlijk... Ja, ik mocht er zelf niet aankomen. Oh, de microfoon. Ja, mag hoor. We zijn natuurlijk met z'n dertigen. We zitten tussen de 16 en 86 jaar op de lijst. De eerste 10 zijn wel de meest betrokken mensen op onze lijst. Wat wil je nog meer weten? Als je kijkt naar de topics van de afgelopen 4 jaar, waarop kun je zeggen, nou, dat daar hebben we echt iets op betekend. Daar hebben we de mensen op betrokken, de achterban op benaderd. Kun je daar iets over vertellen? Maar jullie zijn heel actief, hè? Ja, wij zijn heel actief. En we zijn bijvoorbeeld elke zaterdag op het Wilhelminaplein in Rijen. We hebben onze leden actief betrokken bij de keuze voor het gemeentehuis, waar dat zou moeten komen of moeten blijven. En op het gebied van duurzaamheid en de sociale portefeuille zijn we wel heel actief geweest. Ja, dus dat zijn voor jullie wel echte topics. Ja. Jullie zijn ook altijd te vinden op het plein maandelijks, geloof ik. Elke eerste zaterdag van de maand. Ja. Dus het is niet alleen in campagnetijd, maar sowieso zijn jullie bereikbaar. Zeker, ja. Ik heb gelezen dat je ook de kandidaat, wethouderskandidaat bent voor gemeentebelang. Hoe gaan mensen wethouder Van der Meer zien? Wat voor... bijzonderheden breng je mee als wethouder? Nou, misschien kom ik wel op de motor naar mijn werk. Op de motor? Stoere wethouder. Ja. Stoere wethouder. Jullie hebben behoorlijk wat campagne gevoerd. Jullie zijn met het hart op stap geweest. Vrij zwaar hart ook. Ja, was veel sjouwen. Ja. Kun je wat vertellen over de acties die jullie gedaan hebben met de campagne? Nou, je noemt er al één en dat is eigenlijk de doorlopende actie geweest. We hebben het hart en heel veel, de I Love Rijen letters. Die hebben elke week in een andere wijk neergezet. En toen we begonnen met de campagne was het nog midden in coronatijd. Moest je oppassen met gaan we wel langs de deuren. We eindigen ook een beetje in corona mineur. Hè. Er zijn verschillende mensen besmet. En, dus dat is ook wel een doorlopend thema geweest. En, daaromheen hebben we alles opgebouwd. Zijn er gesprekken op straat die je gevoerd hebt die je bijgebleven zijn? Mensen met bijzondere verhalen of bijzondere vragen aan jullie? Ja, nou, over het algemeen is me erg bijgebleven dat mensen echt heel veel aan je vertellen. Als je gewoon geïnteresseerd bent en gewoon open de vraag stelt van hoe gaat het met u en hoe gaat het in uw wijk? Dus dat over de hele linie is dat wel het meest bijzondere. Oké, dus de gesprekken aan zich zijn, worden erg gewaardeerd ook. Ja. Mooi. De eerste uitslagen. Op zich ziet dat er voor gemeentebelangen best goed uit. Nu staan jullie op 3 zetels. Het aantal wat jullie nu ook hebben. Ja. Hoe zie je dat? Nou, dat is wel gematigd enthousiast. Gematigd enthousiast. Ja. We wachten de rest van de stemmingen nog even af. Ja, zeker. Oké, ik wens je veel plezier vanavond. Wellicht komen we nog bij je terug. Ik ga naar Jeroen. Jeroen. Wij hebben ook nog een blok waarin we wat meer vertellen over
de cijfers achter de kandidaten. En ik zie dat je wat problemen hebt met je geluid, of lukt ja, dat wel? Ik kan jou net horen. Dus jij kan wellicht mij niet dat horen. Daar de techniek iets aan kan doen. Ik wil niet dat ons publiek hier nu echt stiller wordt. We kijken even de hoek van de techniek in. Jeroen kan mij niet horen, maar Jeroen... Dit is beter, dank je wel. Je had een blok over cijfers achter de kandidaten. Dat kun klopt. Je daar ons in meenemen? Ja, stukje achtergrondinformatie. We zijn aan het kijken hoe dat vandaag met de gemeenteraadsverkiezingen 2022 de zetels verdeeld worden. 21 raadzetels over de 7 partijen. Maar we hebben ook eens gekeken naar hoeveel mensen er nu eigenlijk mogen stemmen in onze gemeente. Op wie je nu kon stemmen. Hoe oud die kandidaten dan zijn. Hoeveel mannen en hoeveel vrouwen zich kandidaten hebben gesteld. En of dat er in ieder dorp iets te kiezen viel. En daar gaan we de komende minuten even naar kijken. Nou, onze gemeente telt ruim 26.500 inwoners. Ik zie nog niks op het scherm. Ik weet niet of dat... Dat klopt, dat ga ik regelen. Ja, helemaal goed. Dit is onze gemeente in volgevlucht. 26.500 inwoners. We hebben bijna 21.000 kiesgerechtigden. Dus mensen die de afgelopen dagen een stem mochten uitbrengen. Als we kijken naar 2018, dan weten we dat ruim de helft van die mensen een stem toen uitbracht. Dus we gaan vanavond kijken hoe dat die opkomst deze keer gaat. We hebben 183 kandidaten, dus 183 inwoners hebben zich kandidaat gesteld op al die 7 lijsten van de 7 partijen. Dat was op de stem in de afgelopen dagen en zoals gezegd, het gaat om 21 zetels. En samen met de partijen hebben we in kaart gebracht hoe dat over de partijen verdeeld is. Begin ik met Kern 75, 44 kandidaten. De oudste kandidaat op die lijst, liefst 89 jaar. En de jongste kandidaat is 40, dus het is een ervaren lijst met ervaren mensen, qua levensjaren zou je zeggen. Er staan 34 mannen op de lijst van Kern 75 en 10 vrouwen. Gemeentebelang heeft 30 kandidaten, keurig verdeeld over 15 mannen en 15 vrouwen. De jongste is 16 jaar op de lijst en de oudste is 86. Dan denkt u misschien, er is toch iets met 18 jaar, hoe kan iemand van 16 op de lijst komen? Dat kan en dat mag. Stel dat deze persoon in de gemeenteraad gekozen wordt, dan duurt het tot de 18e verjaardag van die persoon totdat hij in de gemeenteraad mag komen. En tot die tijd mag iemand anders tijdelijk die plaats innemen. Dus een jonge kandidaat kan op die manier ook, als hij 18 is, in de gemeenteraad komen in deze periode. Dan het CDA. Daar staan 21 kandidaten op de lijst. Dus stel dat het CDA alles zou hebben, dan hadden ze mooi kunnen vullen. Het gaat om 8 vrouwen en 13 mannen, heb ik begrepen. De jongste 24 jaar, Sven Vaas uit Gilze. En de oudste, dat zijn raadsleden die we allemaal kennen, Leni Schuurmans en Jacques Wouters, respectievelijk 75 en 77 jaar. VVD, 24 kandidaten, variërend in de leeftijd van 25 tot 84 jaar. En het zijn mensen die 30 zijn, 40, 50, 60, 70, 80 en 90. Dus alle generaties zijn vertegenwoordigd. 18 mannen en 6 vrouwen. PvdA, 32 kandidaten. De jongste is 30. De oudste is 82. 8 vrouwen, 24 mannen. D66, 12 kandidaten. Keurig verdeeld, 6 mannen en 6 vrouwen. De jongste is 24 en de oudste is 68 jaar. En GroenGeelse Rijen heeft 15 kandidaten. 8 mannen, 7 vrouwen. Variërend in de leeftijd van 25 tot 80 jaar. En ik liet hem net al even zien. We hebben ook even gekeken hoe dat dan de verhouding van vrouw-man of man-vrouw is. Ja, het bevestigt het landelijke beeld. Ook hier stellen zich meer mannen dan vrouwen kandidaat. Terwijl de verhouding man-vrouw, als je kijkt naar de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, is gemiddeld 100 mannen, 100 vrouwen. Dus ik denk een oproep aan vrouwen, als ze zich geroepen voelt en maatschappelijk betrokken voelt, overweeg eens om hier iets aan te doen. Zodat er echt ook iets te kiezen valt. Dan heb ik nog even gekeken in hoe is het nu verdeeld over de dorpen. We beginnen in Hulten. Nou, Hulten telt 430 inwoners. Nou, in Hulten valt iets te kiezen als iemand die in Hulten woont op iemand uit Hulten zou willen stemmen. Want 8 kandidaten verdeeld over 4 partijen komen uit Hulten. Hofleverancier, als je daarover mag spreken, is het CDA met 3 kandidaten. Dan hebben we Molenschot. Molenschot is de ene kleinste dorpsken. Met 1200 inwoners ruim. Ook daar valt wat te kiezen. Daar zijn 11 kandidaten verdeeld over 6 partijen. En hofleverancier daar, als we zo mogen spreken, is Kern 75. Dan Gilze.
Geelze telt ruim 8000 inwoners. Liefst 47 kandidaten komen ook uit Geelze, verdeeld over alle partijen. En 25 daarvan is vanuit kern 75. En als laatste de grootste dorpskern Rijen met bijna 17.000 inwoners. 109 kandidaten van de 182 uit mijn hoofd, verdeeld over alle partijen, komen uit Rijen. Tot zover een klein inzicht in de cijfers. En terug naar jou, Saskia. Oké, dankjewel Jeroen. Aan tafel is inmiddels aangeschoven Jeannette Frankemuller. Jeannette, van harte welkom. Hoe gaat het bij jou met de spanning vandaag? Nou, dus behoorlijk. Oh, je mag even wat dichter bij de microfoon komen zitten. Dan kunnen de mensen thuis ook goed horen. Ja, ik denk natuurlijk net als alle andere partijen ontzettend spannend. En, ja. Ja, de spanning stijgt wel, moet ik zeggen. Ja, dat, de spanning is er, maar het is nog te doen op dit moment. Ja, het is nog te doen en met een goede groep mensen delen we dat. Ja, precies. Je mag nog iets naar voren komen zitten, want ik weet niet zeker of het geluid thuis voldoende is. Je bent lijsttrekker, lijst 3, 21 kandidaten. Kun je wat over je team vertellen? We hebben gewoon een heel divers team van mensen die ontzettend veel van financiën weten, tot agrariërs. Oh, ik krijg het signaal dat je echt nog wat dichter in de microfoon. We gaan het zo proberen. Mensen die ontzettend veel van financiën weten, tot uit de agrarische sector, onderwijs, zorg. Dus heel divers. Heel divers. Jullie hebben echt op alle gebieden experts in jullie ploeg zitten. Als ik kijk naar het CDA, naar de lokale CDA, hè, want dat zijn jullie, ook een lokale partij, natuurlijk een landelijke partij, maar lokaal gericht in dit geval. Waaraan kunnen de inwoners nou de typische CDA-geluid herkennen? Ik denk echt dat we heel erg sterk uitdragen dat we het altijd samen doen, dat we een team zijn en dat je er voor mensen bent. En dat je dat nooit doet om daar voor jezelf te zitten, maar echt om er voor de inwoners te zijn. Ja. Natuurlijk doen alle partijen dat, maar ja, dat is toch wel hoe wij het willen uitdragen. Ja, dicht bij de mensen. Ja. Dicht bij de mensen. Ik zie ook vaak je zoon betrokken, ook in de campagnes. Raadslid zijn heeft natuurlijk ook invloed op het thuisfront. Hoe ervaar je dat? Hoe is de steun vanuit het thuisfront? Ik heb ontzettend veel steun. Inmiddels, ze wonen niet meer thuis. Maar als ik wat nodig heb qua even een stukje schrijven of even meedenken, kan ik altijd een beroep doen. En dat is ontzettend fijn. Dan helpen ze mee. En dat geldt ook voor mijn man. Ja, zeker. Ja, het hele gezin draagt bij, dus ze ondersteunen het allemaal. Dat is ook wel nodig, hè? Want het raadslidmaatschap dat vraagt ook qua tijd. Het kost behoorlijk wat tijd. Ja, het is meer dan een hobby. Het is meer dan een hobby. Met name toch wel het accent dat op avonden ligt. Ja, dat merk je gewoon. Dat af en toe zitten de weken tussen dat je gewoon 4 avonden onder de pannen bent. Ja, zeker. In de commissietijd dan kan het wel eens extreem druk zijn. Ja. Maar gelukkig heb je steun van de achterban. Als je kijkt naar het raadslidmaatschap, je bent ook fractievoorzitter. Wat zijn de punten die je moeilijk vindt? Wat is lastig? Zijn die er überhaupt? Of is het, Jawel, soms heb je wel eens dilemma's dat je denkt, ik voel eigenlijk misschien net een andere kant die ik graag zou willen benadrukken. En toch als fractie bepaal je dan je standpunt en draagt dat naar buiten. Ja. Terwijl dan moet je wel eens je eigen mening een beetje nuanceren of een beetje opzij schuiven. En dat is best wel soms moeilijk. Dat is lastig. Dus dan moet je echt binnen je team kijken. Hoe komen we tot één? Aan de andere kant houdt dat je ook scherp natuurlijk. Want Zeker. Als je aan alle kanten het debat goed voert, dan heb je er ook goed over nagedacht voordat je een besluit Zeker. Neemt. Ja. De eerste reacties op de uitslag. We hebben 4 stembureaus winnen, plus 14 en 15 maart. Ja, dan zien we natuurlijk de nieuwe partij. En dat is toch echt wel een felicitatie waard. Groen Geels Rijen, die echt enorm veel zetels nu op dit moment heeft. Dus dat moet gewoon gezegd worden. En ja, wij zitten op dit moment op de helft van het aantal. Ik hoop oprecht dat dat nog wat meer gaat worden uiteraard. Goed. 4 stembureaus, nog 8 te gaan. Ja. Dus we gaan het afwachten. Ik dank je heel hartelijk voor je komst. Ik wens je nog veel plezier en ik zoek je misschien straks nog even op het moment dat we alle stembureaus binnen hebben. Dankjewel. Dan kijk ik even naar Jeroen. Of er inmiddels al een stembureau ook binnen is. We hebben nog wat impressies van mensen die hun stem hebben uitgebracht. Dus ik stel voor dat we naar dat derde filmpje gaan om daarnaar te kijken. Thank you.
Nou, ik vind dat gewoon heel simpel. We mogen kiezen, dus vind ik dat je dat moet doen. Ik vind belangrijk dat de spoorwegovergang bij de Stationsstraat gesloten wordt. En waarom? Gewoon heel de Stationsstraat afsluiten en van het Wilhelminaplein een heel mooi plein maken met heel veel terrassen. Ik vind heel belangrijk dat de tunnel een voetgangerstunnel wordt. Of een fietstunnel en geen auto. De auto hoort daar helemaal niet thuis. Die kan makkelijk omrijden via de Vier Margrieten, die Maciek-tunnel. En wij vinden het heel belangrijk, veel meer seniorenwoningen. Want wij zijn zelf senior, zouden heel graag willen verhuizen. Maar op dit moment is dit niet mogelijk. En een van de belangrijkste dingen vind ik, geen achterkamertjes politiek voor aanvang van de nieuwe raadsleden. Nou, wat ik belangrijk vind hier in het dorp en eigenlijk in de hele gemeente is vooral veel focus naar cultuur en onderwijs en het liefst een mooie combinatie daarvan. Nou, wat ik belangrijk vind in Rijen is dat er een fatsoenlijke, goede spoorweg onder doorgang komt. En of dat we door moeten gaan met de ABG-gemeente, daar zet ik soms ook wel een grote vraagteken achter. Ik heb gestemd in de gemeente Geelsrijen omdat ik het belangrijk vind dat jongeren hier de keuze krijgen voor een betaalbare woning. Ik vind het belangrijk dat er goed voor de minima wordt gezorgd. En de verkeersveiligheid. Die kan ook een stuk beter, vind ik, in deze dorp. En ook niet onbelangrijk voor mij en voor mijn kinderen, nieuwbouwwoningen. Ik vind dus dat er heel veel geld wordt besteed aan onder andere die tunnel. Ik zou liever willen hebben dat eens een keer de stoepen en zo rechtgelegd worden. Wij kunnen met de rolstoelen heel moeilijk door de gemeente. En het groen, dat een keer aangepakt wordt. Enorme bomen. Een impressie van de inwoners die vandaag en afgelopen twee dagen hun stem hebben uitgebracht. En Jeroen, ik heb begrepen dat jij weer wat uitslagen binnen hebt. Ja, het lijstje met stembureaus waarvan de stemmen zijn gesteld is weer gegroeid. Ik heb 3 nieuwe stembureaus die geteld zijn binnen. Dus laten we die er snel bij gaan pakken. Als eerste ga ik naar het eerste stembureau wat is geteld in Gilze. Dat is in de Schakel. Er zijn 819 stemmen uitgebracht met een opkomst van ruim 42%. 9 stemmen gaan dan naar gemeentebelang. Dan gaan we hier iets mis. Ik ga maar even bijzitten. Hij blijft even hangen. Ja, waarschijnlijk. Ja, er komt een nieuwe uitslag binnen. Dus vandaar dat hij eventjes... dan gaat hij weer even herladen. Dan gaan we even de schakel opnieuw zoeken. Kijk, dus we gaan hem herladen. Ik zal hem even moeten verversen, denk ik. Laten we eerst naar Heemkeringmolenheide gaan. Kijken wat die doet, want die is ook binnen. Dan pakken we die als eerste in Gilze. En dan gaan we zo meteen terug naar de schakel. Hier zijn 736 stemmen uitgebracht. Opkomst van bijna 33%. Kijk, hier werkt hij wel. 11 stemmen naar gemeentebelang. 18 stemmen naar het CDA. 54 stemmen naar de VVD. 69 stemmen naar GroenGeelserijen. 75 stemmen naar D66, de PvdA 132 stemmen en hier 377 stemmen voor Kern 75. Dus kijken, als ik nu terug ga naar de schakel, wat hij dan doet. Nu doet hij het daar wel. De 9 stemmen van gemeentebelang, die had ik u al mee kunnen geven. 55 stemmen gaan hier naar het CDA, 70 stemmen naar D66, 75 stemmen naar de VVD, 84 stemmen naar de PvdA, 88 stemmen naar GroenGeelze en Rijen en ook hier de meeste stemmen veruit naar Kern 75. Dan ga ik even kijken, de Jozefschool was ook nieuw binnen, laat ik er die ook gelijk bij halen.
901 stemmen daaruit gebracht. Opkomst van iets boven de 40%. De PvdA krijgt daar 65 stemmen. 66 stemmen, 1 meer naar de VVD. 77 stemmen naar het CDA. 104 stemmen naar Kern 75. D66, 110 stemmen. Gemeentebeleen, 150 stemmen. En Groen, Gils en Rijen hier, 329 stemmen. Dan even het lijstje afkijken. De woonstichting Lijststroom hebben we al die gehad. Die hadden we al gehad, ja, de boodschap hebben we gehad. De familieschool hebben we gehad. De Chump. En het gemeentehuis in Rijen komt nieuw binnen, zie ik. Oké, dat is een grote. Dan gaan we die er meteen bij pakken. Even kijken. Ja, deze moet ik hebben. Dus er zijn vandaag, naast de stemmen die dus maandag en dinsdag al zijn uitgebracht, vandaag nog 564 stemmen hier in het gemeentehuis uitgebracht. 38 stemmen gaan naar het CDA. 48 stemmen naar Kern 75. 60 stemmen naar de PvdA. 65 stemmen naar de VVD. 66 stemmen naar D66. En dan is de vraag gemeentebelang of Groen, Geel en Rijen. 120 stemmen naar gemeentebelang. En ook hier de meeste stemmen naar Groen, Geel en Rijen. Wat dat betekent voor een uitslag tot nu. Met uit mijn hoofd 8 van de 12 stembureaus vandaag geteld. En verwerkt in de voorlopige uitslag met de stemmen van gisteren. Ik ga gelijk... 8 stembureaus, ja. Inderdaad. De vergelijking met toen en nu, zodat we de verschuivingen kunnen zien. Twee partijen nek aan nek als het gaat om wie wordt de grootste partij, wie heeft de meeste zetels. Ik zie 6 zetels voor Kern 75, die er dus 1 wint. En 6 zetels gerekend vanaf de 2 die nu in de raad voor gemeente voor Groen, Geel en Rijen zijn, is dat 4 zetels winst. We zien nog steeds de PvdA en D66 gelijk blijven qua zetels. En we zien opnieuw gemeentebelang het CDA en de VVD inleveren. Tot zover, Saskia. Dankjewel, Jeroen. Een grote verschuiving zien we hier. Het was al een beetje voorspeld. De lokale partijen doen het landelijk goed en doen het hier ook goed, zien we. Aan tafel is inmiddels aangeschoven David Vermorken, VVD. Ja. Welkom, David. Allereerst, dankjewel. Hoe gaat het met je? Ja, goed, gelukkig. Ja? Ja. Je was door corona geveld. Ja, maar gelukkig weer helemaal klachtenvrij. Dus ik ben blij dat ik hier vanavond kan zijn. Wel vervelend, precies in de laatste week voor de campagne. Hoe heb je dat opgelost? Ik heb een fantastische nummer 2 die het lijsttrekkersdebat heeft over kunnen nemen. Hans van Nistelrooy heeft dat gedaan. En natuurlijk gewoon een goed campagneteam wat volop bezig is geweest nog de afgelopen dagen. Het heeft gewoon doorgedraaid. Het heeft gewoon doorgedraaid. Ik zag nog een mooie tuk-tuk voorbij komen. Ja, klopt. Je was toch overal aanwezig. Ik was toch nog wel op een manier zichtbaar. Ja, ja, dat was goed geregeld. Een spannende dag vandaag. Wat was het eerste wat je dacht toen je vanochtend wakker werd? Laat het nou maar vanavond 11 uur zijn, dat we weten wat het is. Dat je weet waar je aan toe bent. Ja. De onzekerheid weg. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Je bent lijsttrekker, lijst 4, 24 kandidaten. Wat kun je over je team vertellen? Nou, we hebben een heel divers team uit Geels, uit Rijen, uit Molenschot. Heel veel enthousiaste mensen die graag verder werken aan 4 goede dorpen. Ja, een enthousiast team. Zit er nog diversiteit in qua kennis, qua samenstelling? Veel verschillende achtergronden. Ambtelijk uit bedrijfsleven, lokale ondernemers, horecaondernemers uit Geelse bijvoorbeeld. Dus ja, dat is hartstikke leuk. Ja, divers. Heel divers. Hey, en je bent eerst raadslid geweest, de laatste jaren wethouder. Wat is nou leuker? Ja, het is allebei eigenlijk allemaal heel erg leuk. Ja. Maar het is natuurlijk wel mooi om gewoon dagelijks bezig te zijn met de dingen die je wil bereiken in deze gemeente. Ja, en dat kun je als wethouder doen. En dat kan je als wethouder nog iets beter dan als raadslid. Hoe heb je je als raadslid daarvoor ingezet destijds? Wat was daar je kracht? Nou, gewoon altijd constructief kijken van hey, hoe kunnen we samen een voorstel beter maken? Niet alles wat voorgesteld wordt is per definitie slecht, maar we kijken gewoon hoe kunnen we samen kijken, constructief samenwerken naar een betere uitkomst voor iedereen. Dus je hebt met name de andere partijen opgezocht om te kijken waar kunnen we de winst behalen met elkaar? Ja, we hebben altijd constructief gewerkt en ik denk dat dat ook wel blijkt uit het feit dat wij natuurlijk de enige partij zijn die de afgelopen 4 jaar zowel coalitie als oppositie heeft gedaan. Ja, nou inderdaad. Jullie zijn halverwege natuurlijk geswitcht. We hebben al wat uitslagen. Hoe kijk jij op de uitslagen tot nu toe? 8 stembureaus van de 12. Nou ja, allereerst natuurlijk een groot compliment voor Groen, Geel en Rijen, die een fantastische uitslag als nieuwe partij neerzetten.
En je ziet ook de grote verschillen tussen Geelse en tussen Rijen. Dus ik ben heel benieuwd naar die laatste bureaus en wat Modeschot nog gaat doen voor de uitslag. Ja. En zoals het er nu naar uitziet, gaat er in ieder geval wel wat veranderen in de samenstelling van de nieuwe raad? Ja, zo ziet het er wel naar uit inderdaad. De coalitiegesprekken die kunnen vorm gaan geven, maar pas natuurlijk als de complete uitslagen er zijn. Eerst maar alle uitslagen. En dat moeten we ook zeggen, dit zijn de voorlopige uitslagen. De echte uitslagen die worden vastgesteld op maandag 21 maart. We hebben het eerder meegemaakt dat we net op twee stemmen naar drie zetels gingen. Dus het kan heel dichtbij liggen. Het kan nog alle kanten op. Het kan alle kanten en dan heb op. Je het met name over de restzetels. Ja, want het kan alle kanten nog op. Ja, ja. Oké. Dan dank ik je hartelijk, David. Ik wens je nog een fijne avond. Ik zoek je misschien later in het publiek nog even op voor de laatste reacties als alle stemmen binnen zijn. En dan kijk ik even naar Jeroen. Want Jeroen, ik heb hier in mijn lijstje staan dat jij zou gaan kijken naar het tellen bij het stembureau. Maar ja, we hebben de stemmen al binnen. Ja. Compliment voor de tellers hier in het gemeentehuis, want daar hadden we inderdaad graag willen gaan kijken. Maar ja, die zijn uitgeteld, in de positieve zin van het woord natuurlijk. Ja, ja, ja. De uitslag hebben we net kunnen geven. Wat ik wel kan doen, kijk, de aantal stemmen dat vliegt ons rond de oren nu met al die tussenstanden. Dat we eens laten zien, kort en hopelijk in eenvoudige taal, hoe dat al die stemmen nu leiden tot een zetelverdeling. Ja. Dus hoeveel stemmen zijn er nu nodig voor een zetel? Daar ga ik even op in. Lijkt me goed. Nou, we hebben allemaal gezien dat om 9 uur de stembus gesloten zijn en tellen is begonnen. 8 stembureaus zijn al klaar met tellen. Dat is gebeurd op lijnsniveau. En wat heel belangrijk is, is dat we weten hoeveel mensen hun stem hebben uitgebracht. En ook het opkomstpercentage. Want het aantal stemmen en het aantal per partij is nodig om een zetelverdeling te kunnen maken. Nou, hoe werkt dat nou? Ja, dan krijgen we te maken met het moeilijke woord kiesdeler. Maar kiesdeler zegt eigenlijk van hoeveel stemmen iemand nodig heeft, of een partij nodig heeft om een zetel in te kunnen nemen in de gemeenteraad. Nou, dit zijn alle stemmen bij elkaar. Nou, wat al opvalt is, als we alle stemmen bekijken, dat er in de rechterkolom, dat daar toch wat ander soort stemmen zijn. Nou, de blanco stemmen, dat waren de witte bolletjes in het vorige scherm, dat zijn formulieren waarop niks is ingevuld. Die tellen wel mee voor het opkomstpercentage, want het zijn stemmen of formulieren van mensen die hun stemkaart hebben ingeleverd. En die hebben gezegd, ik wil iets laten weten of ik wil invloed hebben op de uitslag van deze verkiezingen. We hadden al één iemand in een van de filmpjes die zei van, alle partijen die zijn me even aan het hart of daar herken ik me evenveel in en daarom breng ik een blanco stem uit. Dus zo iemand is betrokken, laat zien dat hij naar het stembureau wil komen en laat vervolgens zijn stemformulier leeg. Dat hoorden we net ook in het filmpje, Jeroen. In het filmpje zei iemand al van ja, alle partijen lagen zo dicht bij elkaar. Ik kon geen stem uitbrengen. Ja. Ja. Dus die tellen niet mee in de zetelverdeling, maar tellen wel mee in het opkomstpercentage. En hetzelfde, dat geldt voor ongeldige stemmen. Nou, was een ongeldige stem dat iemand niet keurig het bolletje heeft gekleurd, maar ver buiten de lijntjes. Of bijvoorbeeld twee bolletjes heeft aangekleurd, want je mag maar één stem uitbrengen op één formulier. Helaas. Het kan per ongeluk zijn geweest, maar voor die mensen, uw stem telt niet mee. U telt wel mee in het opkomstpercentage, dus uw betrokkenheid telt. Alleen uw stem heeft geen invloed wat dat betreft. Nou, als we dat allemaal weten, dan hebben we dus de stemmen die geldig zijn. En dan wordt het heel simpel om te kijken hoeveel stemmen heb ik nodig voor een zetel. Want we hebben 21 zetels. We weten het aantal stemmen, dus het aantal stemmen gaat door het aantal zetels. En dan weten we wat één zetel aan stemmen kost of waard is. Ik kan dat nog met cijfers laten zien op basis van de uitslag van 2018. Nou, zoals ik al zei, hadden we toen 20.677 mensen die een stem mochten uitbrengen. 11.292 mensen zijn toen naar het stembureau geweest. 100 mensen hebben toen blanco gestemd, 50 mensen ongeldig. Dus we hadden 11.142 geldige stemmen. Gedeeld door 21 maakt dat 4 jaar geleden 1 stem 530 stemmen waard was. En dat is leidend geweest in de uitslag. Die kwam begin ook al. Dit is dus de uitslag van 2018. En dan heb je ook nog iets als restzetels. Want ja, je houdt altijd iets over als je al zoveel keer 530 hebt gedaan. En dan ga je in een formule kijken van nou, wie heeft dan nog de meeste stemmen over. Als ik het heel simpel zeg. En daar gaat dan een restzetel heen. En ook al ligt het dan heel dicht bij elkaar. Dan kan het zijn dat dan toch, ook al scheelt het maar 1 stem, een partij een restzetel krijgt en dan bijvoorbeeld net een zetel meer heeft als een partij die er 1 minder had. Dus zo nauw luister dat
En daarom is het ook heel belangrijk dat we heel zorgvuldig en heel goed tellen, hertellen en dat controleren. Tot zover. We zijn al wat zicht aan het krijgen met de stemmen die geteld zijn op een voorlopige uitslag. Zodra ik een uitslag heb, meld ik me weer. Maar ik zie dat jij weer een van de lijsttrekkers aan tafel hebt zitten, Saskia. Helemaal goed, Jeroen. Dankjewel. Ja, we wachten inderdaad nog op 4 stembureaus voordat we echt de complete voorlopige uitslag hebben. Aan tafel is inmiddels aangeschoven Marielle Dorenmalen. Marielle, van harte welkom. Dankjewel. Je mag wat dichter bij de microfoon komen, want ik hoorde net dat het anders niet goed haalbaar is. Of niet goed hoorbaar is. Prima. Hoe is het met de spanning? Die is er natuurlijk wel. Maar inderdaad, de uitslag wordt wel een beetje helderder hoe het er waarschijnlijk uit gaat zien. Ja. Dus dat geeft wel wat meer duidelijkheid. Ja, dat blijft spannend. Als ik nu kijk, dan staan jullie op 2 zetels. Jullie hebben ook 2 zetels. Dus in die zin blijft het voor jullie tot nu toe gelijk. We hebben natuurlijk nog 4 stembureaus te gaan. Als ik kijk naar jullie lijst. Lijst 5, 32 kandidaten. Op nummer 2 een relatief nieuwkomer. Dus jullie zorgen ook voor verversing. Wat kun je vertellen over je team? We hebben een prachtig team achter ons. Zowel qua aspirant commissieleden, ervaren raads- of commissieleden. Maar inderdaad ook gewoon wat jong elan. En je noemde al onze nummer 2, Anthony Bisschops. Die komt nu dus zeer waarschijnlijk ook in de raad. En dat is wel heel fijn. Want ik denk dat het goed is om een mix te hebben van ervaring en... wat nieuwe jonge mensen. Een mooie mix. Ja. Weer even een frisse blik. En dan toch iemand die op proces in ieder geval hem ook weer mee kan nemen. Ja, zeker. Je bent moeder van 2 kinderen. En dan ben ik benieuwd, toen je vanochtend opstond, waren de kinderen ook bezig met de verkiezingen? Wat zeiden ze tegen je? Of is dat ver buiten? Inderdaad. Ik heb een dochter van 12 en een zoon van 10. En ik moet zeggen, onze dochter die is er eigenlijk helemaal niet mee bezig. Die hoort het wel en die krijgt het wel mee. Maar onze zoon, die vindt het wel leuk. Die is zelfs een keer mee gaan flyeren. En als hij dan mensen tegenkwam, zei hij ook van stem PvdA. Ik denk, die is er wel echt actief mee bezig. Ja. Dus dat is wel leuk. En vanochtend, het is toch een schooldag. Dus dan staan ze rustig op en dan valt dat wel mee. En ik moet zeggen, vanochtend viel mij de spanning ook nog mee. Dus dan is dat minder. Dan hebben ze het er niet zo snel over. Nee. Ze hebben het eigenlijk voor hem als het gewoon usual day. Ja. Jullie hebben de afgelopen... weken, maanden eigenlijk wel campagne gevoerd. Ik heb gezien dat jullie rozen uitdeelden, flyers. We konden dozen huren bij het Woonmanifest om in te wonen. Kun je wat vertellen over de campagne die jullie gevoerd hebben? Ja, we hebben eigenlijk een hele leuke campagne gevoerd met een groot team ook, dat we konden afwisselen. En we hebben ook zowel de straat weer opgegaan, wat ook heel fijn was dat het nu weer kon. Want het is natuurlijk een periode geweest, mede door corona, dat we eigenlijk... weinig contact heb ik gehad ook met de inwoners. En het is fijn om ook te horen wat die vinden en om ook je ideeën daar te kunnen voorleggen. En we hebben ook van nieuwe manieren van campagne gebruik gemaakt. Zoals via filmpjes om mensen te vertellen waar wij voor staan en die op social media verspreid. En natuurlijk ook op pad geweest steeds met onze bekende Rode Rozen. Dus een fijne en gezellige campagne hebben we gehad. Mooi. Ja, want corona heeft het wel moeilijker gemaakt, hè, om de achterban te bereiken. De afgelopen 4 jaar dan wel. Dat merk je wel. En ook om terug te krijgen hoe mensen ergens over denken. En we hebben het wel een tijdje geprobeerd, ook met digitale politieke cafés. Hè, dat mensen daar binnen konden komen. Maar dat loopt toch veel minder goed dan wanneer je gewoon op straat of ergens... een ruimte afhuurt waar mensen naartoe kunnen komen. Ja, precies. Ja, dat maakt het toch lastiger. Ik zag op social media een bericht voorbij komen dat als mensen nog niet wisten op wie ze zouden willen stemmen, dat ze je konden bellen. Ik ben zo benieuwd. Hoeveel telefoontjes heb je gehad? Ik heb geen telefoontjes gehad. Wel één mail, want er stond ook een mailadres bij. Okay. Met iemand die echt ook wel een paar vragen stelde. Van dit zijn voor mij belangrijke punten en ik kan dat zo gauw niet terughalen. Hoe jullie daarin staan en kun je dat aangeven. Dus dat heb ik toen ook gedaan. Ja, mooi. Bereikbaar dus voor de inwoner en voor de stemmer. De uitslagenavond. Hoe kijk je op de uitslag tot nu toe? 2 stemmen of 2 zetels tot nu toe? Zei je het al, we wachten het af. Ja, we wachten het af. Ik zal er ook niet om liegen. Ik wilde eigenlijk naar 3 zetels met de PvdA. Dat was eigenlijk mijn doel om dat te bereiken. Zoals het nu ligt, zal dat er dan net niet in zitten. Maar als je nu ook kijkt naar de uitslag, die toch ook wel verrassend is. Hè, met toch
ja, zoals ik nu laat aftekenen, twee grote partijen, GroenGeels Rijen en Kern 75, die ik ook van harte daarmee wil feliciteren alvast. Ja. Dan denk ik van ja, dan doen wij het eigenlijk nog goed door die twee zetels te behouden. Als je het zo ziet dat er ook partijen zijn die dan toch verlies leiden of dreigen te leiden. Dan ben je wel stabiel. Dan ben ik wel, ja, dan ben ik er ook wel tevreden mee. Ja. Ja. Oké, okay, nou ik dank je hartelijk. Geniet nog even van de uitslagenavond. Wellicht zoek ik je later nog op als we alle stembureaus binnen hebben. En dan kijk ik even naar Jeroen of er inmiddels alweer iets binnen is. En anders dan wil ik je vragen, we hebben ook een social media blog. Want je hebt op social media ook wat zaken opgezocht. Ik heb meer binnen. Sterker, je hebt meer binnen. Ik heb de laatste vier stembureaus binnen. De laatste vier stembureaus zijn dus binnen. Dus we kunnen echt gaan toewerken naar de voorlopige uitslag voor vandaag op partijniveau. Waarbij we dus een voorbehoud moeten maken dat dus de stemmen voor vanavond op partijniveau zijn geteld. Dit een voorlopige uitslag is, maar wat ik zeg, morgen wordt dat doorgeteld en nog voor alle zekerheid herteld. En dat gaat meer richting geven aan de definitieve uitslag. Maar met alles wat ik nu heb, kunnen we dus voor vanavond wel een eerste uitslag gaan opmaken. We hadden er nog vier te gaan. Ik nog stel vier voor te gaan, ja. Dat we als eerste gaan naar de gymzaal van de school De Brakke in Rijen. Ik zoek hem er even bij. Het aantal stemmen wat hier is uitgebracht is 1050 stuks. Opkomst bijna 45%. 79 stemmen gaan hier naar het CDA. 84 stemmen gaan naar Kern 75. 97 stemmen gaan naar de PvdA. 106 stemmen naar D66, 129 stemmen naar de VVD, 198 stemmen naar gemeentebelang en ook hier veruit de meeste stemmen naar Groen, Geels en Rijen, 357 stemmen. Dan gaan we door naar de Molenwiek in Molenschot, het enige stembureau wat we in Molenschot hebben. Een opkomst hiervan bijna 54%, als ik het naar boven afrond. 554 stemmen uitgebracht in Molenschot. 16 stemmen naar gemeentebelang. 37 stemmen naar D66. 39 stemmen naar Groen, Geels en Rijen. 40 stemmen naar de VVD. Ook 40 stemmen naar de PvdA. Het CDA 55 stemmen. En Kern 75 wint hier met 327 stemmen. Dan het laatste stembureau van Gilze, Sportal Achter de Tuintjes. Dit zijn dus de stemmen die daar vandaag zijn uitgebracht en daar vandaag zijn geteld. De stemmen die daar gisteren en eergisteren, dus maandag 14 en dinsdag 15 maart, zijn uitgebracht. Die zijn al verwerkt in de eerdere uitslagen, die hebben we als eerste laten zien vanavond. Vandaag 843 stemmen uitgebracht. 10 stemmen in Geelze, Sportal Achter de Tuintjes naar gemeentebelang. 64 stemmen naar het CDA. De VVD 71 stemmen. De PvdA 84 stemmen. 84 stemmen ook naar Groen, Geelze en Rijen. 95 stemmen naar D66. En ook hier een enorm aantal stemmen voor Kern 75. Dan het laatste stembureau, het NS-station. Waar normaal gesproken ook heel veel stemmen worden uitgebracht. Dus kijken hoe dat vandaag is geweest. Heb jij je geluid? Opkomst hier bijna 53%. 1207 stemmen uitgebracht. 94 stemmen op het station gaan naar het CDA. 107 stemmen naar de PvdA, 119 stemmen naar Kern 75, de VVD 130 stemmen en ook hier zien we D66 156 stemmen. Dus ook een partij die in Rijen op de stembureaus best hoog scoort. En de strijd tussen gemeentebelang en GroenGeelse Rijen voornamelijk om de meeste stemmen. 223 stemmen naar gemeentebelang en ook hier de meeste stemmen naar GroenGeelse en Rijen. Dan ga ik nu naar de voorlopige uitslag met hoe de zetels waren en hoe het zou zijn op basis van de stemmen die we nu allemaal langs hebben zien komen vanavond.
We zitten net boven de 50%, bijna 51% qua stemmen, qua opkomst. Dat is iets minder dan 4 jaar geleden, maar wat de burgemeester ook al zei, als we de landelijke geluiden hoorden, denk ik dat dit nog een heel behoorlijke opkomst is in vergelijking met andere gemeentes in Nederland. Ik zal meteen het vergelijk tussen 4 jaar geleden en nu voorzetten, zodat we een overzicht hebben met elkaar. Dan zou Kern 75 de grootste partij zijn. De tweede partij zou Groen, Gielse en Rijen zijn. Gemeentebelang de derde grootste partij. Dan evenveel stemmen voor de landelijke partijen VVD, PvdA en D66. Ieder 2 zetels. En het CDA houdt 1 zetel over in de gemeenteraad. Op basis van deze voorlopige uitslag de stemmen op partijniveau geteld vanavond. Tot zover, Saskia. Dankjewel, Jeroen. Ja, en er klinkt hier applaus hier in de zaal. Logisch, de eerste complete voorlopige uitslag, moet ik zeggen, is binnen. En aan tafel is aangeschoven Antoinette Krol. Antoinette, welkom. Hoe gaat het met je? Ja, goed, prima. Ja, je mag nog iets naar voren om in de microfoon te praten. Hoe stond je vanochtend op? Zoals alle andere ochtenden. Ja, geen extra spanning? Nee, geen extra spanningen. Nee. Vol vertrouwen erin. Zeker, en zoals het er nu naar uitziet, 2 zetels. Jullie hebben ook 2 zetels, dus eigenlijk stabiel. Jullie blijven stabiel daarin verder gaan. Jullie hebben een team van 12 kandidaten waar je lijsttrekker van bent. Wat kun je over je team vertellen? Nou, we hebben eigenlijk een heel gemengd team. Hè. We hebben 50% mannen, 50% vrouwen. Dat kan geen enkele andere partij zeggen volgens mij. Zeker hier niet in de gemeente Geels en Rijen. Daar zijn we ook heel trots op. We hebben ook een partij waar heel veel verschillende kennis en affiniteiten in zitten. Van kunst en cultuur tot financiën en van duurzaamheid tot aan heel divers. Ja. Mooi. Eind vorig jaar ben je fractievoorzitter geworden, overgenomen van Frits van Vught. Hoe voelt dat? Veranderde dat echt? Maakte dat anders? Nou ja, dat maakt niet echt anders, maar je voelt je wel iets. Hè? We doen het samen als team, maar je voelt je wel verantwoordelijk voor het team. En ik vind dat wij als team het echt heel erg goed doen. En ik wil mijn team ook hartstikke bedanken voor de inzet van de afgelopen weken, dagen en eigenlijk de afgelopen 4 jaar. Want we zijn natuurlijk al 4 jaar lang bezig voor onze inwoners en daar het beste voor te doen. En, 4 jaar geleden voor het eerst in de raad met 2 zetels en nu stabiel eigenlijk blijft het in de raad weer met 2 zetels. Jullie hebben ook een aantal commissieleden die al enige tijd meedraaien, want de fractie is groter dan alleen de 2 raadsleden. Die is zeker veel groter dan de raadsleden. Ons ledenaantal is ook nog groter dan onze kandidatenlijsten die we hebben. En het verheugende is dat we ook heel veel jongeren tot onze partij momenteel aantrekken. Echt jongeren van 18, 20. Nou, dat is hoop voor de toekomst. Ja, precies. Ja, nou ja, dat is mooi natuurlijk dat die daarbij betrokken zijn, toch? Jullie hebben de afgelopen weken en maanden eigenlijk al campagne gevoerd. Kun je wat vertellen over de acties die jullie gedaan hebben? Eindelijk, toen corona voorbij was, konden we weer wat de straat op en met de inwoners gaan praten. En echt goed weten wat er leeft, hè? Want je krijgt het wel door via social media en Facebook en in e-mails die er op binnenkomen. Maar dat is toch niks fijner dan echt face-to-face met de inwoners om gesprek aangaan en kijken wat er leeft in de dorpen. Zijn er gesprekken die je echt bijgebleven zijn? Gesprekken waarvan je zegt, nou dat was zo leuk of dat was misschien wel helemaal niet leuk? Nou, je maakt soms wel minder leuke dingen mee, maar over het algemeen zijn het hele leuke gesprekken. Ook gesprekken met mensen die een hele andere kant van het spectrum, politieke spectrum staan. Dat vind ik ook heel interessant om dat te horen, wat zij te zeggen hebben. En, het is ook mooi om dan uit te wisselen. Hè? Gewoon de argumenten waarom voor, waarom tegen. Dat scherpt je eigen standpunt natuurlijk ook altijd weer aan. Oké, Antoinette, ik dank je hartelijk voor je aanwezigheid. Ik zou zeggen, ga nog even terug naar je ploeg. En dan kijk ik even naar Jeroen, want Jeroen, we hebben in principe alle uitslagen binnen nu. Dus zal ik de grote winnaar van vanavond, Groen Geels Rijen, maar aan tafel vragen. Zal ik in de tussentijd nog heel eventjes wat terugblikken op de campagnes op een luchtige manier. Ja, lijkt me goed. Ja. We zien alles wat er is gebeurd vanavond. Ga je gang. Want we hebben ook de afgelopen weken de verkiezingscampagnes een beetje gevolgd via de social media. En we hebben daar een paar, vinden wij, aardige dingen of opvallende dingen uitgehaald. Die we graag ook even met u delen in afwachting van Peter van Seters, die zo komt. Als we dan door de tijd heen kijken, begin februari was het warme treiendag. Wat leuk werd opgepikt door Groen, Geels en Rijen.
die dit beeld onder andere deelde op de social media. Dan waren er meerdere partijen op zoek naar een stille liefde bij stemmers op Valentijnsdag. De vraag is na vanavond of dat natuurlijk die liefde door iedereen even goed beantwoord is. Maar in ieder geval de VVD had een mooie oproep. En ook D66 deed een mooie oproep met de kreet wees een beetje lief voor elkaar. Ik denk zeker van toepassing in deze tijd. Het CDA zette oma's in het zonnetje. De winnaars van de beste oma waren Net Danen en Net Wagenmakers. Waarvan akte. De PvdA die had een aantal leuke cartoons de afgelopen weken. Waarin ze het woord groene gemeente toch op verschillende manieren in beeld brachten. Dus ook heel aardig gedaan. En dan was het met carnaval ook een aantal partijen actief. Het hart van gemeentebelang dat blijkt ook een carnavalshart te zijn zoals we hier zien. En D66 ook heel actief met carnaval. We hebben nog één suggestie voor deze partij. 66 is 6 keer 11, dus wellicht is dit een mooie naam voor de partij met carnaval. Overigens werd soms ook het randje opgezocht van de gemeentegrens gelukkig. Nu zien we een van de kandidaten van Kern 75 die een collega kandidaat in Riel-Goorlen opzoekt. Gelukkig heb ik gestemd. Mooie oproep vandaag nog van het CDA om vooral te gaan stemmen. En natuurlijk met een knip ook naar een eigen lijst. En als laatste de complimenten van Groen, Gielsen en Rijen voor naar aanleiding van Nationale Complimentendag. Maar ik wil ook vooral een compliment geven aan iedereen die zich als partij als onderdeel van een campagneteam heeft ingezet in de afgelopen weken. Want we hebben gewoon heel veel leuke dingen langs zien komen en we hebben er gewoon enkele nu gedeeld. Dus even kijken of dat we Peter van Zetels kunnen vinden. Maar we starten even een filmpje en we blijven op zoek naar Peter van Zetels voor een reactie. Nou, waarom ik meedoe aan de gemeenteverkiezingen? Heel simpel, meneer Rutte houdt overal zijn handjes af. Hij gooit alles weg bij de gemeente en die moeten het maar uitzoeken. Dat is onze politiek in Nederland. Voor een veilige tunnel krijgen. Ik vind het ontzettend belangrijk dat de jeugd muziek kan maken en dat er veel subsidie voor komt. En niet alles wegbezuinigen. Cultuur en muziek is superbelangrijk. Nou, wat voor mij belangrijk is, dat is de woningbouw. Dat er betaalbare woningen komen en dat er ook her en der waar grond ligt, dat er ook gebouwd mag worden. Dat men wat soepeler is in de woningbouw. We hebben natuurlijk de tunnels, wat wel een dingetje is hier in de gemeente. Dus daar heb ik wel naar gekeken. Ik vind de duurzaamheid vind ik belangrijk. En ook hoe we met de groenvoorzieningen hier omgaan. Ik vind dat we erg veel volbouwen. Omdat ik de jeugdzorg heel erg belangrijk vind. En ik maak dat van dichtbij heel erg mee. Dus dat is een van de voornaamste redenen dat ik nu ga stemmen. Nou, ik vind sowieso de huisvestingen hier in Geels wel heel belangrijk. He, dat de jonge mensen en de mensen die, zeker de mensen hieruit gewoon Geels zelf, toch eens een huis kunnen krijgen. En sowieso de stoepen en de trottoirs en de straten ook eens eventjes goed aangepakt worden. Dat vind ik eigenlijk voorlopig wel het voornaamste. Namelijk om te zorgen dat de gemeente zijn burgers goed kan ondersteunen in alle zaken, ook op het sociaal gebied. Ik denk dat ik het belangrijkste vind dat iedereen in de rij kan wonen, dus dat er een geschikt huis voor je is. En alle sociale verzetten van het leven in de rijen. Dus dat ze genoeg ondersteuning krijgen als ze ziek zijn, als ze invalide zijn. Ik denk dat dat mijn twee belangrijkste punten zijn. Aan tafel hebben we inmiddels Peter van Zetels. Peter, van harte welkom. Hoe is het met je benen, Peter? Want ik zag dat je gefietst had vandaag. Met mijn benen is niks mis. Gaat het hartstikke. Na zo'n uitslag kan het alleen maar goed gaan met na de mensen. Na zo'n uitslag kan er helemaal niks kapot meer, toch? Nee. Jullie zitten nu met twee zetels in de raad. En de voorlopige uitslag geeft aan dat er 5 worden. Dat is heel veel.
Dat is heel veel, ja. Maar dat komt goed toch, of niet? Dat komt goed, daar hebben we hard voor gewerkt. 3 jaar lang, met een hele leuke ploeg. We hebben een enorme campagne gevoerd met heel veel mensen. En dat wordt door de inwoners gezien en beloond. Ja, ik zag het. Ik zag Daniel nog de longen uit zijn lijf zingen. Tenminste, daar leek het op I Feel Good. Nou, ik denk dat hij zich na de uitslag van vandaag helemaal erg goed voelt. Kan ik me zo voorstellen. Jullie hebben een aantal ludieke acties gedaan. De Warme Truiendag. Kun je wat vertellen over de campagnes die jullie gevoerd hebben? Ja, wat hebben we niet gedaan? We hebben alles tot felicitatie, tot Warme Truien, tot Vrouwendag, tot noem maar op. We zijn bij alle verenigingen langs geweest. We zijn bij alle zorginstellingen langs geweest. We hebben de senioren zijn we niet vergeten. We hebben echt overal waar het mogelijk was ons gezicht laten zien en ons verhaal verteld. En als je de uitslag bekijkt is het toch een redelijk goed verhaal wat we hebben. 20 kandidaten heb je op de lijst. Allemaal geworteld in de gemeente. Nou, dat blijkt ook wel uit deze uitslag. Gefeliciteerd Peter. Jij gaat lekker slapen vanavond, denk ik. Dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook. En aan de andere kant van de tafel is aangeschoven Corné Magielsen, Kern 75. Ook een van de winnaars. Ja, zeker. Zo voelt het in ieder geval zeker. Wij zijn zeer tevreden natuurlijk. Mooie uitslag. Maar ja, we hebben er ook met z'n allen hard voor gewerkt. 4 jaar lang hebben we er hard voor gewerkt. En ja. Ik kan alleen maar al onze mensen bedanken hiervoor. Want ja, ik mag hier dan wel zitten. Maar er staan nog 44 mensen op de lijst. En daarbuiten nog meer mensen die ze ook keihard hebben ingezet. Die daar heel veel aan gedaan hebben. Ja. Ja, het is mooi een lijsttrekker te zijn, maar zonder team ben je niks natuurlijk. Helemaal niks. Dat blijkt maar weer. Zes zetels. Jullie hebben er nu 5. Dus dat is in ieder geval 1 winst. Dat blijkt dat het beloond wordt, jullie inzet. 2 winnaars aan tafel. Jeroen, mag ik jou vragen om ook aan tafel plaats te nemen? Of wil je ons nog wat laten zien? Ik kan nog even laten zien wat er de komende dagen gebeurt voor degenen die daar belangstelling voor hebben. Ja, heel erg goed. Vertel dat even, want dat is wel belangrijk, want wat we nu gezien hebben is een voorlopige uitslag. Klopt. Dat is op partijniveau, dus op basis van de partijen zoals we ze deelnemen aan de partij. Maar vandaag is er geteld, morgen wordt er ook nog geteld. Dat gebeurt vooral in het gemeentehuis, dat is gewoon een extra controle. Die stukken moeten ter inzage komen voordat ze definitief worden vastgesteld. Dat gaat ook op morgen gebeuren. En een waarnemer die dus toeziet op het correct verloop van het stemmen tellen, brengt dan verslag uit aan de burgemeester. Dus dat is voor morgen vooral. Dan is het op naar 21 maart, dat is aanstaande maandag. Dan wordt de officiële uitslag bekendgemaakt. Mochten we interesse hebben, ook dat is via de livestream te volgen. Gilserijen.raadsinformatie.nl. En is hier een openbare zitting in het gemeentehuis. Onder voorzitterschap van de burgemeester, maar ook dus thuis via de livestream te volgen. Het volgende belangrijke is dat we weten dan wie de mensen ook zijn. Want de officiële uitslag geeft ook aan welke kandidaten zeg maar, op basis van de stem en de uitslag zitting kunnen gaan nemen. Welke mensen in de gemeenteraad. Dan is de volgende belangrijke afspraak 29 maart. Dat noemen ze het geloofsbrievenonderzoek door de gemeenteraad uit de vorige periode. Geloofsbrievenonderzoek wil zeggen dat de oude gemeenteraad kijkt of dat alle kandidaten voldoen aan alle eisen die de kieswet stelt om plaats te kunnen nemen in de nieuwe raad. En als dat allemaal goed is, dan kan de nieuwe gemeenteraad voor het eerst vergaderen op 30 maart. Dus dat is wat er de komende dagen nog gebeurt. Dus de voorlopige uitslag weten we nu. 21 maart officiële uitslag en de eerste vergadering van de nieuwe raad. Met dus als 2 grootste partijen zoals er nu naar uitziet, Kern 75 en GroenGeels en Rij is op 30 maart. Tot zover, Saskia. Oké, dankjewel, Jeroen. Ja, 29 maart nemen we afscheid van de raadsleden die op dit moment bij ons zitten. Een aantal gaan blijven, maar u heeft het ook gezien. We hebben 2 winnaars, 1 hele grote winnaar zelfs. Dus er vinden wat verschuivingen plaats. En 30 maart worden die beëdigd in de raadsvergadering. U kunt er live bij aanwezig zijn, maar dat kan natuurlijk ook gewoon via de livestream. Alles is dan te volgen. Jeroen, we zijn aan het einde gekomen van deze bijeenkomst. Ze hebben ontzettend snel geteld, of niet? Snel, ik vond het intens. Verrassend. Gefeliciteerd aan de winnaars natuurlijk. Dankjewel. Veel verschuivingen, ja. Heel veel verschuivingen. Ja.
We zijn er allemaal van onder de indruk. Dat merken we hier ook in de zaal. Ik dank iedereen die bijgedragen heeft aan deze uitzending. Gotja die ons erin ondersteund heeft. Hallo Gilserijen die de filmpjes maakt. De Bodus, de Griffie. Nou, ik vergeet vast heel veel mensen. Excuus daarvoor. Dank jullie wel voor het kijken. En we zien jullie wellicht 29 of 30 maart. En anders bij de reguliere commissievergaderingen in april. Of 12 mei, de eerste raadsvergadering, de officiële raadsvergadering van de nieuwe raad. Dank jullie wel en tot ziens. Ik heb gestemd op mezelf. En wat is nou het belangrijkste? Ik heb zelf 24 jaar in de gemeenteraad gezeten. En daarom stem ik weer en stem ik ook op dezelfde partij als waar ik altijd voor gezeten heb. Ik heb het nagekeken. Het scheelt elkaar niet heel veel. Maar ik denk dat bij de gemeentepolitiek dat de lokale partijen toch wel belangrijk is. Dat je de mensen bereikbaar zijn die je op dat moment wil hebben. En daar ga ik voor. Nou, wat ik belangrijk vind voor Molenschot zelf is dat er voldoende woningbouw komt. Zodat de mensen in Molenschot kunnen blijven wonen. We hebben natuurlijk al heel hard gewerkt en we zijn heel blij dat we nou dat zorgcentrum eindelijk voor elkaar hebben. Daar hebben we 7 jaar aan gewerkt en gelukkig is dat nou tot stand gekomen. En daar hebben we de goede mensen voor nodig in de gemeenteraad die ons daarbij helpen. Het enige waar ik in de gaten houd is de kosten die hier nog al oplopen in de spoorzone. Dan denk ik van, dat wordt wel een beetje te gek. Ja, dat de jongeren bijna geen betaalbare huizen kunnen krijgen. De wegen, hè, met name de tunnel, de tunnelaffaires, de rotonde bij de Oosterhuisweg, ontsluiting van het dorp. En dat de huisvesting goed geregeld is voor jong en oud, met name jong. Ik heb voor mijn man gestemd, ja, op de VVD. Het ligt een beetje gevoelig, want het is niet mijn partij, maar het is wel zijn partij, dus ja. Het thema wat ik belangrijk vind in deze gemeente is huisvesting. Goede huisvesting voor jongeren, voor ouderen, sociale woningbouw. Ik vind het gewoon erbarmelijk slecht de Veenstraten hobbelen. Kan daar eens iets aan gedaan worden in de toekomst? In korte tijd.